Het wordt beschreven als een overrompelende symfonie van natuurbeelden en muziek. En het heet Music for Earth. Twee kunstvormen smelten binnenkort samen in de voorstelling van muziekproducer en DJ Rick Snel. En reisjournalist en fotograaf Jonathan van der Voorde. Het is natuurlijk leuk om te praten over kunst. Maar het is nog veel leuker om ernaar te kijken en te luisteren. Dus dat gaan we even doen. Ja, hoe is deze voorstelling ontstaan? Die twee kunstvormen bij elkaar. Ja, de muziek die bestond al voor een groot deel. En ik organiseerde een concert in Culemborg, waar ik woon. En ja, daar kwam Jonathan op af. En die zag daar de videobeelden die ik projecteerde. En hij dacht van, hartstikke mooi, maar dat kan ik beter. En zo geschieden. Je was zelfbewust, zullen we maar zeggen. Nee, maar hij had beelden van de NASA. De Music for the Universe heette dat, geloof ik, je voorstelling. En er kwamen allerlei beelden van internet en zo langs. En ik heb vanuit beroepsmatig ga ik met de drone altijd een keer video's maken in verschillende landen. En ik dacht van, ik heb zoveel mooi archiefmateriaal. En dan hoorde ik zijn muziek en dan ben ik heel visueel ingesteld. Ik zag er allerlei beelden bij. Ik zei, als we die twee nou een keer samen doen, ja, dan hebben we misschien iets heel speciaals en versterkt dat elkaar. En die beelden komen van de hele wereld? Nee, ik zit heel vaak in het westen van Amerika en Scandinavië en de Alpen. Dat zijn zo'n beetje mijn standaard werkgebieden, zeg maar. Ja. Dus heel veel natuurbeelden. Dus de hoofdzaak, ik denk 90% van die beelden komen daar vandaan. En daar heb ik dan nog een beetje aangevuld met beelden uit met name Nederland. Maar heel vaak heb je, als er al iets samengebracht wordt, dat de muziek wordt gemaakt bij de beelden. Maar jij hebt nu de beelden gecomponeerd bij de muziek, ja, van Rick, hè? Want Rick had eigenlijk, die had al nummers. En toen heb ik van hem nummers gekregen op een USB-stickje. En op mijn reizen nam ik die dan mee. Die stak ik in de auto als ik een lange afstand moest rijden in Amerika. En dan begonnen dingen in me op te komen, ideeën, op basis van de sfeer van de muziek. Ja. Maar ook natuurlijk bepaalde beelden waarvan ik dacht van, goh, dit zou goed passen, maar die heb ik nog niet. Dus daar ben ik ook wat gerichter gaan filmen, zeg maar. Op basis en van die... Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, bijvoorbeeld sneeuw. Ik ben bijvoorbeeld in de Alpen ben ik specifiek wat gaan filmen in sneeuwlandschappen. Want, dan hoor je iets en dan denk je, En dan is de sfeer, ja, dan is de sfeer arctisch of cool. Of bijvoorbeeld in Lapland ook, dan heb ik... Hij had een stuk muziek en ik dacht van, daar moet ik nog Noorderlicht bij hebben. Want dat is gewoon Noorderlicht, dit. Ja. Dit is Noorderlicht. Ja, dit is Noorderlicht. Dus, ja. En hoe heb jij, want jij hebt dus, dit is Music for Earth wat jullie doen. En je hebt Music for the Universe gemaakt. Hoe ben je dan te werk gegaan? Hoe kom je daarop? Nou, het begon eigenlijk tijdens corona. Mijn werk als DJ kwam geheel stil te liggen. En ja, dan heb je meer tijd. En dan ga je nadenken en meer voelen. En dan denk je, ja, wat wil ik nou echt voelen? Wat ging je voelen dan? Mezelf. Ja, zonder dat je gelijk aan een verdienmodel denkt. En je gaat een beetje uit zo'n rat van doen, kom je. En dan denk je, ja, dit is eigenlijk wat ik gewoon wil doen. Muziek maken, geen compromissen sluiten, gewoon puur. Er is zeg maar zoveel muziek. Ja. Hoe val je op? Nou, als je klinkt als jezelf. Ja, en we gaan nog even luisteren hoe dat klinkt. En kijken naar de beelden erbij natuurlijk. Oké. Ja, en hoe versterken die beelden jouw muziek dan? Hoe versterkt het elkaar? Ik heb er heel intensief aan gewerkt, aan de muziek. Echt ieder nootje is echt precies op de juiste plek, precies de juiste mix. En dat herken ik ook in zijn beeld. Het is met dezelfde hoeveelheid passie, ja, echt een liefhebber. Je ziet het gewoon, het klopt gewoon helemaal. Dus ik herken Jonathan heel erg in zijn beelden. Ja. Maar ja, die muziek, dat ben jij. Dus die beelden passen dan ook bij jou? Ja, denk het wel, ja. En voor jou, Jonathan, hoe worden jouw beelden versterkt door zijn muziek? Ja, ik ben altijd wel fan geweest van soundtracks en elektronische muziek sowieso. En toen we in gesprek waren met elkaar ook, daar had het een beetje van, welke muziek hou je van? Ik zei, nou ja, Jean-Michel Jarre, Evangelist en weet ik wat. En dat is ook precies wat Rick ten dele inspireert. Ja.
Dus ja, sweeping landscapes, grote landschappelijke beelden die bewegen, dat past gewoon bij wat ik dan noem zweefmuziek. Want dat is dan niet oneerbiedig bedoeld. Ja. Maar dat past gewoon samen en dan is het kijken naar de match. Ja, en dan krijg je dus een prachtig geheel wat te bekijken is in Culemborg. Hè? Music for Earth, te zien op 4 maart in de Gelderlandfabriek in Culemborg. Er zijn nog kaarten, er zijn ook dvd's en blu-rays van gemaakt. Die zijn er ook nog. Voor meer informatie, hiddennature.nl. Dank jullie wel. Dank je wel.